vandaag in Op Stap met Nico zijn wij in een Brommermuseum. Alhoewel, het Brommermuseum is een beetje te veel gezegd, denk ik. Het is meer de motoren die de Brommer op gang helpen. Daar zijn wij vandaag. En we hebben een gesprekje met Clemens Jansen. Meneer Clemens Jansen, hoe noemen ze u zelf? De JLO-dokter. De JLO-dokter? Dokter, ja. Okay. Dat is de merk van de brommertjes, de brommermotoren. Ja. Ja, die fabriek die was vroeger JLO. En omdat ik veel van die motoren repareer voor kennissen, vrienden en ook klanten, noemen ze mij de JLO-dokter. De JLO-dokter, dat is eigenlijk wel een prachtig gegeven natuurlijk, dat ze u zo noemen. Ja, ik vind het zelf ook leuk. Ja. En er komen mensen binnen met een oud motorretje van 40 jaar oud. En om dat dan weer op leven in te krijgen, is echt geweldig. En als dat dan klaar is, dan kan ik dat test laten draaien. En die mensen staan dan echt te genieten. Dit is nu typisch een fiets met hulpmotor. Kijk, ziet, het motortje zit daaronder gebouwd. En dat is van 1953. Dus dat was eigenlijk een van de eerste bromfietsen met het motortje onder in het frame. JLO dokter noemen ze u, zeg u zelf. Bent u al eigenlijk al heel lang bezig? Bent u van uw beroep JLO dokter of fietsen maken? Nee. Vroeger heb ik wat fietsen gerepareerd. Je kwam van de Ambachtschool en dan ging je naar een rijwielhersteller. Want ja, iedereen ging aan het werk. Je vrienden gingen naar een scheepswerf. En ik kwam terecht bij een rijwielhersteller. En zo ben ik een beetje in die fietsen en bromfietsen geraakt. Na de jaren 5 ben ik daarmee gestopt. Toen ben ik gegaan naar de textiel. Want dat was in Nederland was dat een groeiende industrie. En toen mijn pensioen aanbrak, toen dacht ik eigenlijk van ja, ik moet toch wat, als ik 65 ben, wat om handen hebben. Dus toen heb ik een oud brommertje gekocht, wat ik vroeger ook had. En dat van Lieverlee op gaan knappen. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan groeien. De JLO-fabriek maakte dus een versnellingsbak, twee tandwielen met een kluts. Dit patent, dit systeem, is uitgevonden door meneer Spijker in 1918. Die had dus een oerdegelijke auto gebouwd met een wegrijversnelling en een overdrijf. En die wegrijversnelling die werkte zo. Het was een as met een kluts met spierbanen. Spierbanen in de kluts en spierbanen op de as. En die kluts die kon bewegen. Als de kluts in een nok viel, hoorde je klik, dan sloeg die daarin en dan werd het tandwiel geblokkeerd. Het tandwiel werd geblokkeerd door die kluts, omdat er in die kluts groeven zitten. Op de as zitten spierbanen. Ja, zo draait het tandwiel vrij. Ja. Nu schakelt men, dan hoor je een klap, boem, en dan valt hij erin. En nu is het tandwiel geblokkeerd met de as. Dus je had een overbrenging naar het achterwiel toe. Dat was dan de wegrijversnelling. En de overbrenging, dan moest je de koppeling weer intrappen. Koppeling loslaten, dubbel klutsen noemden ze dat. En dan overschakelen naar de tweede versnelling, of zeg maar de overdrijf. Ja, en die werd dan werd het wegrijversnelling werd vrijgezet. En de overdrijf, dus om snelheid te maken. Wij repareren ook voor kennissen en voor vrienden. Dus die motortjes. Die mensen hebben dus vroeger wel met zo'n bromfiets gereden en aan de motortjes geknutseld. Maar die weten niet meer precies hoe het in elkaar zit. Dan nodig ik die mensen uit en die mogen ze het motortje meebrengen. En dan zet ik dat motortje in een standaard. Zoals je hier kan zien, dat die standaard die kan alle kanten opdraaien. Naar linksom en naar rechtsom. Ja, dan kan ik de onderdelen openmaken. Ik pak even een schroevendraaier. Ik maak dat eventjes open. Zo, en dan kan ik dat hele motorblokje openmaken en dan kan ik daar dus laten zien wat er aan het motorblokje mankeert.
of repareren voor de mensen. Ik kan ze het zelf ook leren, dat ze zelf ook begrijpen van hoe het in elkaar zit. En dat vinden de mensen leuk. Ja, om dus die stof die ze hier geleerd hebben, om thuis over te brengen op meerdere bromfietsen of meerdere motortjes. Ja, dit is dan de kant van de koppeling. Dan draai ik hem om. Dat is de kant van de ontsteking. Hier zit de ontsteking met een vliegwiel. En de ontsteking wil dus zeggen, dat is hetgene wat de vonk geeft, dus de explosie aan de motor. Maar heeft u nog meer reserveonderdelen? Jawel, jawel. Zoals ik net al vertelde, we hebben dus de katerdelen. Dat wil zeggen, dat is de behuizing waar al die onderdelen in zitten. En dus door de tand destijds kunnen die katerdelen aangetast worden. Maar in die katerdelen, daar zitten natuurlijk die tandwielen, wat ik net uit op zit te leggen, van die kluts, van die eerste en van die tweede versnelling. Ja. Nu trek ik zo onwillekeurig een laadje open. En dan kan u dus zien, van kijk, dit zijn dus de reserveonderdelen. Alles is nieuw of gebruikt. Dus ik kan dus ieder motortje wat een klant kon brengen, of een kennis, of een vriend kon brengen, kan ik dus reviseren. Dit was toch weer een aflevering met Op Stap met Nico. Hoop dat u, net als wij, weer een beetje wijzer geworden ben van hoe het vroeger in elkaar zat met de JLO-motoren en uiteraard met de bromfietsen die ze nog talrijk rijden hier in de Krimpenerwaard. Wat Nico betreft, tot z'n horens. Dag!